Van de ruim 100 geplande woningen in Flevoland worden de meeste huizen in Almere gebouwd. Maar er staan ook casco-woningen in Lelystad, Band en Ens. Die worden nu eindelijk afgebouwd. Als je kijkt naar Tulp 1, daar zijn de woningen deels afgebouwd en deels niet. Dus dat is ook al een groot verschil. Als je kijkt naar Tulp 2, dan hebben we nog te maken met alleen maar de grondplaten die liggen. Dus daar moet nog helemaal worden afgebouwd. En hier achter mij ziet u Flamingo Poort 1 en 2. En ook daar ziet u al dat er grote verschillen zijn in de bouwstadia. Nou, alles bij elkaar maakt dat een heel groot deel van de complexiteit. Het zijn heel verschillende bouwprojecten, waardoor Woningborg 2 maanden de tijd uittrok voor het vinden van een geschikte bouwer. Dat moest even goed uitgezocht worden. Daarnaast willen we dan een zorgvuldige vergelijking maken tussen de diverse aannemers voordat we een keuze kunnen maken. En dat verklaart ook een stukje van de doorlooptijd. En dat kan wellicht als lang worden ervaren, maar in dergelijke complexe situaties is het eigenlijk nog best snel gegaan. Woningborg heeft goede ervaringen met Flevobouw. Het is een combinatie van 2 bouwbedrijven uit Overijssel. Zij nemen alle afspraken over die de kopers eerder met Hettebouw hebben gemaakt. Alle originele afspraken die bij ons bekend zijn, die tussen de koper en de bouwer, Hettebouw in dit geval, destijds zijn gemaakt, die worden gestand gedaan. Dus dat betekent ook dat er als er meer werk zit of minder werk, dat die mee worden genomen in de afbouw. De Jong hoopt dat de meeste huizen binnen een jaar klaar kunnen zijn. Of wegen de tulpprojecten in Oosterwold wat meer bouwtijd. De bouwer maakt een planning op wat zij denken dat het meest haalbaar is, in overleg ook met de kopers. En dat verschilt dus per woning. Deze projecten, dus hier achter mij Flamingo Poort of hier de Tulp 1 en Tulp 2, dat zullen de projecten zijn die het meest complex zijn. Dus die hebben wel een doorlooptijd, maar als je kijkt naar het totaal, dan hebben we dus over Tulp 1, Tulp 2. Dat zal ongetwijfeld volgend jaar wel gaan starten, maar ik weet niet 100% zeker of die al helemaal zijn afgerond per de kerst. Flamingo Poort waarschijnlijk wel.